Een mooi pand doet veel met de uitstraling van uw bedrijf. Daarom hebben wij van Ondernemen in Ede de 7 meest bijzondere panden in de gemeente Ede voor u op een rij gezet. Laat u inspireren. Wie kent hem niet? Het infotainment center Cinemac, of tegenwoordig Pathé, is een bioscoop, congrescentrum, concertzaal en beurslocatie in één. Het bijzondere aan Cinemac is de huisvesting. Het gebouw vormt een onderdeel van de geluidswal, die de wijk Rietkampen afschermt van de A12. Het gebouw zit als het ware in de geluidswal bij de afslag Ede. Bij de bouw van Cinemac is gebruik gemaakt van een nieuwe ontwerptechniek. Het resultaat? Een 30% stijvere constructie en lagere materiaalkosten. Cinemac heeft een prominente plek in de gemeente Ede. Zo ziet u meteen wat het voordeel is van een zichtbare plek van uw bedrijfspand. Vanuit buiten een landelijk gebouw, van binnen strak vormgegeven. Zaal Het Hek in Lunteren beschikt over 2 ondergrondse zalen. Vergadering onderbreken voor een inspirerende boswandeling. Al in het jaar 1490 wordt in de geschriften gesproken over de zwarte boerderij op de plaats waar nu het hek staat. De naam Het Hek is letterlijk ontleend aan een hek. Dit was honderden jaren geleden geplaatst om het wild weg te houden van de boerderijen. De bewoners van de zwarte boerderij onderhielden het hek. Zij kregen al snel de bijnaam Het Hek. Het huidige pand is natuurlijk niet meer zo oud. In de loop der jaren zijn er steeds nieuwe gedeelten aangebouwd. Op Maxwellstraat 12 in Ede staat sinds 1997 het gebouw van Veeman Drukkers. Bij de entree steunt de hoek van het gebouw dan ook op de letters VD. De hele glasgevel is bedekt met grote gezandstraalde letters. Alle dagen zijn hetzelfde, maar anders gekleed. Dit is de eerste zin van Balmasque, het gedicht dat op het gebouw staat. Inmiddels zit Opure in het gebouw. Ook heel zichtbaar is het prijswinnende Toyota Material Handling gebouw. Dit pand is net zoals de Cinemac een geluidsafscherming voor de achterliggende woonwijk. U kent het vast als u af en toe op de A12 rijdt. In 2014 won het gebouw de Nationale Staalprijs. Een prijs voor gebouwen die voor een deel in dit metaal zijn uitgevoerd. De jury waardeerde de mooie constructie en het slimme idee om het staal te gebruiken als zonwering. Natuurlijk ziet het gebouw er ook gewoon stoer uit. Ook leuk om te weten, het lijkt alsof je niet goed van buiten naar binnen kunt kijken. Maar andersom is dat geen probleem. Parkhotel Hugo de Vries is een prachtige Jugendstil villa uit 1906. In deze villa heeft de internationaal bekende bioloog professor Hugo de Vries gewoond. In die tijd is hij 3 keer genomineerd voor de Nobelprijs. Daardoor is het ook een pand met geschiedenis. Dat voel je en dat zie je. Alles is gemoderniseerd, maar dan wel met de sfeer van toen. Op de kazernetrein in Ede staat het cultureel centrum Acousticum. De voormalige Friso-kazerne wordt nu gebruikt voor podiumkunsten. Het Rijksmonument is gebouwd in de neorenaissance-stijl. Dat ziet u bijvoorbeeld aan de trapgevels en de horizontaal gemetselde lijnen in het gebouw. Om het gebouw van oude militaire functie geschikt te maken voor het huidige gebruik, zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Zo is de exercitieloods verbouwd tot geluidsdichte oefenruimtes. Gespiegeld aan de Friso-kazerne staat ook de identieke Maurits-kazerne. De bedoeling is dat hier straks het World Food Center komt. Ondernemers die actief zijn in food en graag in een historisch pand zitten, kunnen op de kazernetreinen terecht. En kent u ons 7e en laatste pand? Het gebouw heeft strakke diagonale lijnen, levendige vormen en een heel aanwezig dak. Het is allerminst een gewone blokkendoos. Het gebouw is volgens antroposofische uitgangspunten gebouwd. Hier zijn verschillende organisaties gevestigd, waaronder thuiswinkel.org. Doordat het pand in een park staat, is het gebouw omgeven door groen. Weet u waar dit gebouw staat? Laat het ons dan weten op Instagram via @ondernemenin Ede.